door die relatie even, mm-hmm. dat daar je ogen open gegaan zijn. En dat je, denk ik, besloten hebt om je, ja. als je de juiste tegenkomt, om je te settelen. Ja. Nou, goed nieuws aan het front. Ik ga namelijk samenwonen. Te gek. Trek ook even een flesje champagne open. Ah, fuck. Nou, vanaf 1 september ga ik samenwonen in mijn huis. Dat gaan we helemaal leuk maken. Ja, ik heb de liefde van mijn leven ontmoet. Everybody loves somebody sometimes. Deze vlog begon ooit met van, Ja, wat moet ik nou, weet je wel? Ik kan heel makkelijk vrouwen versieren, maar ik kan ze niet vasthouden. Ik had zoiets van, nee, het is niks voor mij, dat hele gedoe met dat samenwonen en een vriendinnetje, vaste verkering, bla bla bla. Ik had wel relaties, maar dus van de een naar de ander. Maar zoals mijn goede vriendin Tamara al zei... De enige die bevestiging nodig heeft, dat is het ego. Ja. Want liefde heeft geen bevestiging nodig. En ik heb in de afgelopen periode heel veel gesprekken gevoerd met vrienden over relaties. Van hoe zij een relatie beleven, zeg maar. Door de eerste plaats ook van jezelf te houden en jezelf te respecteren. Er is met iedereen wat mis, kijk maar naar jezelf. Een zekere mate van bindingsangst is mij niet vreemd. Ja? Ik denk dat je 90% van de dingen die je doet, dat je de regie los moet laten. Ik denk het lachen, dat je veel samen moet kunnen lachen. Als het een keertje niet gaat, dan moet je wel zeggen dat je bij iemand of bij mensen terecht kunt van hé, ik zit even vast. Ja, ja, en dat kunnen natuurlijk jouw volgers zijn. Het grappige is bijvoorbeeld wel dat heel veel mensen mij als een leuke vader zagen. En ik hoor je ook vaak over kinderen. Ja. Nou ja. Ik denk ook dat je een hele leuke vader bent. Ja? Ja, dat denk ik echt. Maar dat ze ook wel zagen dat ik vroeger daar absoluut niet aan toe was, aan een relatie. Maar je hoeft het maar zo te doen. En, dat is wel af hoor. Ja. Maar je gaat er nu anders bij om. Ik heb nu ook een soort haptonoom. Ja, want ik vind wel dat je aan jezelf moet blijven werken terwijl je een relatie hebt. Ja, en daar leer ik nog meer om vanuit mijn ziel te gaan leven. Vanuit mijn essentie, zeg maar. Ik denk dat ik daar al heel goed mee bezig ben. Nu ik wat beperkende geloofsovertuigingen over mezelf heb weggenomen. Maar ja, het kan altijd beter. En ik moet zeggen, ik ben gewoon fucking gelukkig. En ik hoop dat jij dat ook bent. Ja, ik ben en blijf natuurlijk Nederlander. Ik hoop wel dat ik dit vergoed kan krijgen van Open Rotterdam. Dat heb ik speciaal voor deze vlog gekocht. Hier staat het bedrag. Ja, dat kan gewoon naar mijn rekening.